Dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling als je met je bedrijf vooruit wilt. Dus we zijn enorm blij mee. Het gaat nieuwe mogelijkheden bieden. Het is natuurlijk jammer dat we hier de stek moeten verlaten waar we 160 jaar geleden gevestigd zijn. Maar we blijven hier wonen en er zullen zeker, de boomgaard zal zeker blijven. Een verhuizing van de vruchtensapfabrikant is ook goed nieuws voor buurtbewoners. Zij zien het bedrijf graag vertrekken. Ja, het is gewoon, met name die vrachtwagens, dat zijn 50 tonners. Dat zijn van die grote opleggers. Ja, dat is gewoon heel zwaar en er komen er veel van langs. Jaap verwacht veel minder verkeer als het sapbedrijf hier weg is uit de straat. We hebben op zichzelf niks tegen een succesvolle ondernemer. Ik bedoel, fijn voor hem dat hij succesvol is. Fijn dat het allemaal groeit. Dat is hem persoonlijk van harte gegund. Maar niet op deze plek. De verhuizing naar de veel grotere locatie is zo goed als rond, maar nog niet helemaal. Het is op dit moment nog weiland, er staat maïs op en gras. Dus er zijn nog wat procedures te gaan, ook met de provincie. Maar de vooruitzichten zijn goed, want ook de gemeente Stichtsevecht is hier blij mee. Dus in die zin staan we zij aan zij in de aanstaande ontwikkelingen die er nog plaats moeten vinden. De vruchtensapfabrikant hoopt over 6 jaar te verhuizen. Voor het zover is, zullen ze op de huidige locatie moeten uitbreiden. Maar Schulp belooft dat het op de weg niet drukker zal worden. We gaan dan ook tellingen uitvoeren om te laten zien dat blijft zoals het nu is. Of zelfs minder wordt dan wat het nu is.